Vrijdag stond K3 op het podium van het Trixel Theater in Hasselt voor de première van hun nieuwe show Kom Erbij. De eerste show sinds Julia de groep terug vervolledigde. En dus voor haar de eerste grote K3-show. Een van de bekende aanwezigen was Remy de Smet. En hij kwam supporteren. Remy, had jij hier zelf niet graag willen staan? Ja, uiteraard. Maar als je kijkt naar wat zij doet, ons Julia, ja, dat is niet normaal. Zij is daarvoor geboren en voor gemaakt. Ik bedoel, ik denk dat niemand van ons daar zo goed had tussen gepast als zij. Dus ik geniet er mega hard van om haar zo te zien genieten. Dus het is echt fantastisch. Dus. Ja, het lijkt logisch dat je dat zegt, maar het is wel zo. Hè. Het publiek was lachend enthousiast. Hè. Ja, het is ook zo. Het werkt super hard, deze combinatie. En het is ja, alsof zij nooit iets anders met z'n drieën gedaan hebben. Het is alsof het altijd zo geweest is. En ja, dat bewijst wel dat het echt wel een fantastische keuze is geweest, als jullie. Zeg Remy, jij bent ook wat van plan. Wanneer gaan we het weten? Wanneer gaan we het weten? Heel snel. Binnenkort, pak deze week, ga je heel snel iets op mijn socials kunnen zien.